Want het begint natuurlijk eigenlijk met het fietsen. Hè? Voordat je wordt begiftigd met dat je er iets mee moet bereiken, is daarvoor het, begint het gewoon met, ken je dit? Het begint met het plezier, met het gevoel van fietsen. En mijn eerste herinnering aan dat gevoel is dit. Losgelaten worden. Triomferen. Ongeremde vreugde. Zo voelde het. De hand van mijn vader die met gespreide vingers zich terugtrok en me liet gaan. En ik, een jongetje van 4 dat voor het eerst een rondje fietste door een nieuwbouwwijk in Apeldoorn. Zijn ouders die hem nakeken. Hun stemmen achtervolgden het. Maar wat ze riepen was hij vergeten. Waarschijnlijk moedigde ze hem aan. Maar dat moment, voor het eerst alleen, aangedreven door beentjes en een spijkerbroek met appeltjes op de knieën en van die oerdegelijke leren kinderschoenen. Op mijn zegentocht door de andere straat langs de kinderen in de zandbak. De sensatie van solo door de laatste bocht komen, onze straat in, naar de twee mensen aan het eind. Uitbundigheid en trots dropen van hun gezicht. Zo zou ik mijn verhaal over mijn allereerste toerzegen kunnen beginnen. Maar het feit dat jullie mij al niet kennen als beroemd wielrenner geeft wel aan dat die toerzegen nog moet komen. Maar wanneer ik alleen in de auto zat, dan schroomde ik niet om me in een beroemde talkshow te laten interviewen over mijn toerzegen en de talloze klassiekers die ik natuurlijk ook gewonnen had. En zeker van die lange rit of tijdens een stollende avondspits, dan zette ik mijn rijke wielercarrière gedurig uiteen. Dan stelde ik me voor hoe in duizenden huiskamers het geluid harder werd gezet en dat mijn ouders, ooms en tantes met vochtige ogen voor de televisie zaten. Nadat ik mijn toerzegen had opgedragen aan mijn oma. Want zij had het gele fietsje gevonden bij het vuil. Een afdak, afgeracht, gebutste velgen, afgesprongen lakflinters, roestbruine ketting. Wekenlang moest de fiets bij ons in de schuur hebben gestaan, onder een laken of onder een paardenreek. Ik kwam er zelf hooguit om een bal te halen of een schepje. En 's avonds, wanneer ik al lang in bed lag, had mijn vader zijn oude troep aangetrokken. Zo'n broek met van die verfspellers, zo'n vaal over hem. En dan was hij de schuur ingegaan. En uit het vuile TL-licht gehurkt tussen de diepvrieskist en de blikken verf had mijn vader dat stalen karkas omgetoverd tot de gele fiets met de witte banden die ik van Sinterklaas zou krijgen. En dan keek ik natuurlijk naar al die etappes op tv. Sterker nog, mijn vader leerde me dat koersen belangrijker was dan school. Er was een dag, dan kwam hij ineens de klas inlopen met zo'n blik in zijn ogen van: er is iets verschrikkelijks gebeurd. Hij vroeg: mag ik mijn zoon meenemen? En het is privé. Nou, ik mee. Ik was 9 geweest in 1980. Het jaar verloop zoet nou. En wij mee. Ik zit in de auto. En mijn vader reed als een, nou ja, als een debiel. Echt als een gek reed. Met het gas erop. En een beetje zo hitsig rijden. Zoals een jongen die net een golf GTI heeft in 18. Zeg maar. Dan overal hard erachter. Maar we reden niet langs mijn opa en oma, want dan hadden we hier linksaf gemoeten. Maar onze tante ook niet. We gingen rechtdoor. We reden Apeldoorn uit, waar de heuvels begonnen. Nou, dan ging ik op het steilste stuk staan van de weg van Apeldoorn naar Hoenderloo. De Ronde van Nederland kwam langs. Met alle grote renners uit de Tour hadden we gezien die zomer daarvoor. Ja, op school natuurlijk wijken. Nou, die hele Ronde van Nederland stelde niet zoveel voor. We hadden daar denk ik een uur staan wachten en de hele exercitie was 28 seconden. Op de klim. Dus ja, waar mijn vader en ik ons helemaal kapot reden op zondag, dat was voor een profrenner. Maar die schakelde niet eens terug. Maar dat, ik wilde dat ook. En als er een etappe was geweest, die was natuurlijk weer gewonnen door een van ons, dan stoof ik naar buiten. Dan direct naar de finish al. Dat was de televisie, dat is helemaal niet eens afgelopen. Dan greep ik mijn fiets en dan was het koers. Fietsen, dat was niet langer. Gewoon een rondje rond de 5. Nee, fietsen. Dat ging om snelheid. Dat ging om wind in de haren, tranen in de ogen. Maar veel meer nog, die brandende pijn in je benen trotseren. Ja. En terwijl ik de televisiestem imiteerde, hardop en vrij gênant, oké. Ik ben er nu net overheen, maar raceerde ik mijn rondjes door de straat.
Steeds harder en harder. Een wiel en dan was ik een hele grote. En Sean Nelissen in mijn hoofd. Hij zet een tandje bij, de grote versnelling. Bas Steeman, daar gaat hij. En gekromd over mijn stuur trapte ik dat mijn benen niet meer konden. Zo krap mogelijk stuurde ik door de bochten, precies zoals ik ze op televisie had zien doen. Ik reeg de grote overwinningen alleen. De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Tour, het WK. Ja, bloedstollende finales natuurlijk. Hè. En die won ze allemaal, en vaak gewoon nog een paar keer per week. Maar, zoals bij iedere renner is het niet alleen maar roze kleuren. Het onheil kondigde zich wel keurig aan. Hè. Op een dag nam ik tijdens een finale van een ongetwijfeld zeer belangrijke grote wielerkoers een onoverzichtelijke binnenbocht. En mijn schouder schampte een buurvrouw die niets vermoedend haar oprit affietste. Aan haar stuur bungelde dus een zware tas met statiegeldflessen. En door mijn bijna botsing verloor de vrouw haar evenwicht en ze pat, ze smakte tegen de grond. Geschrokken zette ik meteen maar heel hard aan, want mijn fiets lag aan het einde van de straat. Maar een maand later was ik toch zelf van de buurt. Op die keer lag ik alleen voorop en zat er een hongerig peloton op de hielen. Beetje zoals Henny Kuiper die etappetjes pakte, weet je wel. Dat was ik ook natuurlijk. Hè. Winst eist risico. Mijn voorwiel glipte weg in het losse zand en ik kletterde tegen de keien. Waarschijnlijk heb ik geschreeuwd als een speenvarken. Een vaag stond erbij dat iemand met me mee naar huis liep. En daar kreeg ik te eten en mijn moeder hielp met mijn pyjama. Het valt wel mee. Ga lekker slapen. Hè? Morgen is het vast over. En scherp stak de pijn in mijn arm. En het duurde uren voordat ik in slaap kon. En 's avonds, toen mijn ouders ook gingen slapen en ze even kwamen kijken hoe ik erbij lag, drong wel tot ik door dat ik me dit keer niet zo had aangesteld. Mijn linkerarm lag op zo'n vreemde manier gewokkeld dat je geen dokter hoefde te zijn om te zien dat het gebroken was. De volgende ochtend gingen we naar het ziekenhuis en er werd de officiële diagnose gesteld. Elleboogfractuur. 5 jaar oud, meervoudig toerwinnaar, 6 weken gips. Klinkt ernstig. Ja.